Ik was 13 toen ik wist dat ik gitaarbouwer wilde worden. Deze is €276. Ik sloeg me aan, want je weet natuurlijk niet wat voor klank eruit komt. En ik was echt van, wow, heb ik dit gepakt? Van top tot teen met de hand gebouwd. Dat zijn de gitaren van Orla uit Schuine Sloot. In haar eigen werkplaats werkt ze dagelijks aan haar gitaren. Hier wat hout neergelegd. Zo ziet het er eerst uit voordat het een gitaar is. Dit is een bovenblad. Hier heb je dan zijkanten. En dus wat ik al zei, dat waren twee losse delen. En dan, wanneer je dat dan aan elkaar hebt gelijmd, dan is het één geheel. En dit zijn de zijkanten. Die moet je dan nog helemaal buigen. Die ga je eerst een half uur tot drie kwartier in het water helemaal zoken. En dan heb je een buigijzer en dat wordt heel warm. En dan kun je hem langzaam zo rondomheen buigen. Dat je de vormen zeg maar, van de zijkant dat je die krijgt. Dat is wat mooi. En elke houtsoort geeft weer een andere soort klank. Zoals hier staat dan een prijs op. Deze is €276. Dit is Cocobolo. Een heel mooi plankje. Alleen dit stukje. Ja, het is gewoon een heel mooi plankje dit. Deze twee gitaren die ben ik nu aan het bouwen. Dat is niet voor een opdracht, maar puur. Deze worden voor de verkoop. En als deze dan klaar zijn, gaat er misschien zelfs één naar de gitarenwinkel waar ik werk. Dus wie weet. Ik was 13 toen ik wist dat ik gitaarbouwer wilde worden. Toen ging ik naar mijn docent toe van houttechniek en die zegt van nou, als je er volgend jaar nog steeds zo over denkt, dan gaan we gitaar bouwen hier op Vechtdouw College. Ze laat er geen gas over groeien en onderneemt direct actie. Bij de Fellowship of Acoustics, een van Nederlands bekendste gitaarwinkels, gaat ze aan het werk als weekendhulp. Ze gaat zelfs een half jaar naar Canada om daar gitaren te leren bouwen van Sergei de Jonge. Een gitarenbouwer die handgemaakte gitaren bouwt in een zeer exclusieve klasse. Vlot daarna volgt een eigen, zelfgebouwde gitaar van Orla. Nou, het mooiste was toen ik hem voor de eerste snaren opdeed. En ik sloeg me aan, want je weet natuurlijk niet wat voor klank eruit komt. En ik was echt van, wow, heb ik dit gebouwd? Dus ja, het is een soort van kindje. Je bouwt het dan zoveel maanden en dan krijg je hem te zien, zeg maar, wanneer hij helemaal klaar is. Nou, dat is gewoon onwerkelijk. En nog steeds, want heel veel mensen zeggen dat dit echt wel een goed klinkende gitaar is. En dat maakt je ook gewoon trots, want daarvoor doe je het uiteindelijk. Orla timmert hard aan de weg en is inmiddels bezig met haar zesde gitaar. Ze wil tot de wereldwijde top behoren als het gaat om gitaar bouwen. Ze werkt daarnaast ook nog steeds bij de Fellowship of Acoustics, maar nu op de afdeling onderhoud en reparatie. En bij deze gitaarwinkel zijn haar gitaren niet onopgemerkt gebleven. Het is echt fantastisch mooi gemaakte gitaar. Een hele mooie afwerking zit erop. Hele mooie kleur ook. Echt, het is precies goed. Hij is heel mooi getint. Hij speelt lekker. Je kan hier echt wel hard op spelen hoor. Is dat Orla haar eerste gitaar echt niet gaat verkopen, maar stel hè, hij had nu in het schap bij de Fellowship gelegen. Welk prijskaartje zou er dan aan hangen? Ik weet niet wat haar plan is qua pricing. Ik denk dat ze niet te hoog moet beginnen. 8.900. Een prijskaartje van €8.900. Dat we hier met niet zomaar gitaren te maken hebben, ziet ook Adrian Farmer, mentor van Orla. Ja. Hij leert Orla de fijne kneepjes van het gitaarbouwersvak en bouwt ook zelf gitaren. En niet voor de minste. Klanten zoals John Paul Jones van Led Zeppelin, Mark Knopfler, Dire Straits, Ilse de Lange. Volgens Adrian gaat Orla het nog ver schoppen als gitaarbouwer. Ja, moet. Dat moet echt. Dat is een van de top bouwers hier in Nederland. Dus ik vind het heel belangrijk. En ze wordt echt groot. Ze wordt een beetje gehinderd door coronatijd, denk ik.
Maar ik denk dat dit soort gitaarbouwers, die bouwen op zo'n hoog niveau dat ze maximaal tussen de 10 en 20 gitaren per jaar maken. En de manier om die aan de man te brengen, want het zijn dure gitaren, sowieso, is vaak dat ze naar verschillende beurzen gaan over de hele wereld. Ik zie dat wel voor me.